overwegend droog. Pas in de tweede helft van de middag en in de avond gaat het wederom regenen. En dan kan het opnieuw weer fors gaan regenen morgenavond. Maar goed, een deel van de dag verloopt dus heel aardig. Het is alleen niet heel erg warm, want met een wind van zee over het koude water blijft het kwik op de meeste plaatsen steken op zo'n 11 graden. Nou, kijk eens aan. En de dagen daarna,